Micky, allereerst welkom in Friesland. Uh, ja, wat is je eerste gevoel hier? Ja, super goed. Ik uh, ben blij dat ik hier ben. Uiteindelijk is het de afgelopen dagen heel snel gegaan. En, uh, ja, Hele Veen is gewoon een ontzettend mooie club. En ik ben blij dat ik hier uh, aankomende twee jaar mag gaan voetballen. Je vond een tijdje zonder club te zitten. Uh, hoe was de periode voor jou? Ja, Het is natuurlijk altijd lastig als je transevrij bent. Hè. Dan uh, ja, hoop je natuurlijk snel dat er duidelijkheid is. Um, als je als keeper zijn een contract hebt bij een club en je traint mee en dan maak je een transfer, dan blijf je ja. natuurlijk in dat ritme zitten. Uh, dus ja, dat is niet ideaal, maar wow. ik heb de afgelopen week uh, mee kunnen trainen bij PEC Wolle. Um, ja, dus ik zit wat dat betreft wel gewoon in het trainingsritme. Um, dus ja, ik ben uh, klaar om te gaan en ja, blij dat het nu uh, duidelijk is wat mijn toekomst is. Hoe kwam uh, Heerenveen op je pad? Ja, je krijgt een berichtje van je hè? dat ze interesse hebben en dan ga je erover nadenken. En, um, ja, het verhaal waarmee ze kwamen, gesprek gehad met, uh, met Ruud Hesp en met, uh, met de trainer, en, ja, dat voelde gewoon goed. En, ja, ik wilde gewoon heel graag weer aan de slag en ja, het feit dat Herenveen mij die kans biedt, uh, ja, dat, dat doet me gewoon heel goed. Wat ik zeg, het voelt voor mij als een stap vooruit uh, vanaf vorig jaar. Van Emma naar Heerenveen is een, uh, is een goede stap en ja, ik heb er gewoon heel veel zin in. Kun je al iets zeggen over een verwachtingspatroon? Ja, goed, het is natuurlijk duidelijk dat Andries hier op dit moment nummer één is. Maar ik ben hier niet gekomen om achterover te leunen en lekker op de bank te gaan zitten. Het verhaal vanuit de club is duidelijk. Ik moet, me, ik moet gaan knokken en ik moet klaar zijn als, het, als ik nodig ben. En ik denk ook dat ik dat, dat in me heb, dat als er een keer wat gebeurt, dat ik daar kan staan. En ja, ik ga gewoon voor mijn kans en uiteindelijk heb je altijd zelf in de hand wat je lot is. Dus daar ga ik ook nu voor. Ik vertrouw op mezelf en ja, voor de rest ben ik er ook voor het elftal in de kleedkamer, op het trainingsveld. Ja, daar wil ik ook mijn bijdrage gaan leveren en ik denk dat ik dat ook goed kan. Dus ja, dat is een beetje wat ik verwacht en, uh, en waar ik op hoop. Ken je al wat mensen hier bij de club? Ja, zeker, zeker. Ik, uh, Tom Hayes een voorbeeld. Daarmee heb ik nog uh, in de F1 gevoetbald vroeger in Amsterdam. Dus die ken ik echt al heel lang. Ja, en door de jaren heen leer ik natuurlijk heel veel jongens kennen. Andries en ik komen uit dezelfde lichting. Dus vroeger in de jeugd speelden we tegen elkaar. Uh, met Sven van Beek heb ik altijd bij Oranje gespeeld. Tegen uh, Pawe Bochniafiets heb ik in Polen gevoetbald. Dus dan ja, ken je elkaar ook een beetje. Dus ja, dat gaat vaak snel zat. Als je helemaal in die kleedkamer zit binnen een week, is het alsof je nooit ergens anders bent geweest. Dus ja, dat gaat vast goed komen. Vorig jaar met hier in het ABLS-stadion. Ja, ja, het is zo lang geleden is het nog niet. Volgens mij was het ergens in april. Dus ja, het is wel leuk om hier weer terug te zijn. En ja, altijd een super, super mooi stadion gevonden. Een van de mooiste van Nederland. En de sfeer is hier ook fantastisch als je hier voetbalt. Dus ja, ik kijk er heel erg naar uit.